Een centraal plein in Jirnsum, in het centrum van het dorp. Aangekleed met groen als centrale Jirnsumer ontmoetingsplek. Hiervoor heeft Plaatselijk Belang Jirnsum een plan gemaakt dat zij op dinsdag aan het college van burgemeester en wethouders van Bornsterhim gaat presenteren. In dit plan is de ruimte tussen de voormalige doopsgezinde kerk, de winkel, het café en het water opnieuw ingericht. Er zal een smokplein ontstaan waar Jirnsumers, maar zeker ook de passanten die te voet, per fiets of met de boot Jirnsum aandoen, elkaar opzoeken en tegenkomen. Autoverkeer blijft in deze verblijfsruimte natuurlijk mogelijk en ook de parkeerruimte blijft in stand, maar het blik zal nadrukkelijk minder aanwezig zijn. De aankleding van het dorp zal op deze manier een opkikker krijgen. Dit centrumplan kon ontwikkeld worden dankzij de financiële steun van woningcorporatie Alkien. De kosten voor uitvoering van dit plan raamt Plaatselijk Belang op €235.000. De insteek van Plaatselijk Belang is nu om met de gemeente te overleggen over hoe het plan kan worden gefinancierd en uitgevoerd. Met inzet van middelen voor beheer en onderhoud, aangevuld met diverse subsidies, moet dat in een aantal fasen mogelijk zijn, ook in de gemeente Bornsterhim. In combinatie met het centrumplan heeft Plaatselijk Belang samen met de ijsclub en de festiviteitencommissie van Jirnsum ook een plan gemaakt om de ijsbaan, die even verderop ligt, om te vormen tot een multifunctioneel evenemententerrein. Dat is nodig omdat het centrumplein te klein is voor de merken en andere evenementen. En omdat er bij evenementen altijd onvoldoende parkeerruimte is.